Kunt u mij vertellen, en dat wil ik echt graag weten van u, en misschien ook van anderen. En hoe gaan de Israëli's dan om met de wetenschap dat er nog 2,5 miljoen mensen daar zitten? We hebben het net gehoord, we hebben het erover gehad. De helft daarvan is ongeveer is jonger dan 14 jaar. Hoe gaan de Israëli's daarmee om? Ik zou er wat zeggen. Dat is mijn waarheid die ik kan putten uit de Israëlische media, maar ook uit mijn eigen familie, want ik praat met mijn kinderen in Israël. Er is geen compassie voor de Palestijnen nu. Helemaal niet. Dat is zeker niet waar. Nee, dat is absoluut niet waar. Maar ook in de val trappen die Hamas natuurlijk heeft opgezet. Die wil juist een harde reactie van Israël. Dat was natuurlijk ingecalculeerd. We hebben afgelopen zondag ook met elkaar aan tafel gezeten. Toen heb ik u ook de vraag gesteld. Wat moet Israël dan volgens u doen? Wat zou volgens u gelegitimeerd zijn? Ik herhaal de vraag. Want wat Israël niet mag doen, daar bent u heel erg overtuigd van. En dat snap ik. Want natuurlijk wilt u niet dat al die jonge mensen die onschuldig zijn zomaar collateral damage worden. En dat de gemiddelde Israëliërs ook niet. En dat willen Israëli's ook niet. En dat willen wij ook niet. Maar wat is dan een gelegitimeerd antwoord op deze terroristische aanvallen? Nee, ik snap... Even een vraag aan Radi. Nou, ik denk allereerst de internationale gemeenschap. Daar zal er nu op dit moment een antwoord van moeten komen. Want de twee partijen die zitten helemaal vast in hun eigen gelijk, hun eigen denkbeelden. Ja, ik denk wat er gebeurd is na Sabra en Shatila in 1982 in Libanon. Toen is er heel snel een vredesmacht naar het gebied gestuurd om de zaak te stabiliseren. Dat is misgelopen, dus daar kun je ook nog een aantal fouten uit leren. Maar wat er gebeurd is, en we hebben het allemaal gehoord nu, afgelopen zaterdag, het is echt afschuwelijk. Mijn hart bloedt als ik deze verhalen hoor. En ze klinken me ook bekend in de oren, want dit zijn de verhalen die ik heb gehoord van Palestijnen in Libanon. Die dit soort dingen hebben meegemaakt in de burgeroorlog. Ja. Dus ik zie als enige mogelijkheid op dit moment een internationale interventie waarbij of de Arabische Liga, of de NAVO, of de Veiligheidsraad, en het is niet reëel, maar die moeten ingrijpen en zeggen enough is enough. Er komt een vredes...